shoplog van de... Oké, we doen er nog één. Hallo! Hallo! En welkom bij de shoplog van de... Action! Action! We zijn bij de Action geweest, want we gaan gezonde tractaties maken voor Yoda de verjaardag voor op school. Want Yoda is bijna... En dan gaan we dus een soort cupcakejes maken. Ja. Die maken we van havermout, banaan, appel, kaneel. Gums. Ei. En die gaan we dus, daar maken we een soort cupcakeje van. En daar gaan we iets insteken en daar gaan we een gummetje op plakken. Ja. Dat wordt superleuk, toch joh? Ja. Dus het gummetje dat komt niet in het, cupcakeje, maar erop. Als extra cadeautje. Hm? Maar we gaan even laten zien wat we allemaal bij de Action hebben kunnen kopen hiervoor. Je kunt ervan uitgaan, het is allemaal super goedkoop, want het is van de Action. Dus er zal niet heel veel in zijn. We hebben hier in ieder geval het bonnetje, dus af en toe dan haal ik er wat uit en dan vertel ik daar wat over. De prinsessen broodtrommel en die was €1,49. En dat vond ik dus heel leuk en ik ben er heel blij mee. Ja, eerst gaan we dus uitnodigingen maken voor het kinderfeestje. Dus bij de Action hebben ze leuke kaartjes. Daar heb ik vorig jaar mezelf rot naar gezocht. Maar tegenwoordig hebben ze die dus wel bij de Action in de Frozen stijl. Want die hadden ze toen niet. En ook de prinsessen stijl. En de prinsessen. Die hebben we dus ook gekocht. Ja. En de prikkers. Daar gaan we dan leuke dingetjes op plakken. Ik heb een lijmpistool, dus daar kan ik eigenlijk heel veel dingen makkelijk mee opplakken. En wat is nou een superleuke en goedkope oplossing? Nou, je hebt dus bij de Action van die gumpakketjes. En dan hebben de kinderen ook nog wat aan, want dat is gewoon leuk om een gum te krijgen. En dan hebben we bijvoorbeeld dit pakketje. Dat is, en deze? Die zijn rond de 70 cent per pakketje. En er zitten super veel gummetjes in. Voor de jongetjes cars, voor de meisjes deze, en voor anderen nog daar. En het gaat er echt super leuk uitzien. Dat zullen jullie ook nog wel even zien. Aan het einde van dit filmpje laat ik natuurlijk nog even zien hoe de tractaties zijn geworden. Om de uitnodigingen te schrijven heb je natuurlijk ook leuke stiften nodig. Dus die hebben we ook bij de Action gekocht. Ook als je nog een beetje iets wilt kleuren. Nou eigenlijk bijvoorbeeld een klein hartje erbij. Dan kan je ook nog even de rood gebruiken of de roze. Hier hebben we nog iets anders, maar dat hebben we eigenlijk nog niet gekocht. En deze waren 80 cent per stuk. En kijk, ik... Het is ook een pen, hè? En juffen die moeten natuurlijk veel schrijven. Dus daarom vonden we dat een leuk cadeautje voor juffen. En kijk, ik heb een mooie roze voor ze. En een mooie rode. En nog een mooie witte. Dit ronde bak siliconen dingetje doen. En dat is super makkelijk, want dat kan je goed schoon houden. En dan blijft het niet zo op plakken. Dus dat vonden we wel makkelijk om dat te kopen. En voor weet je wat ik ook heb? Nou, mama heeft een paars eentje gekocht. En een groene en een rode en een gele. Dit zijn gummetjes, hele schattige gummetjes. Die kon ik niet laten liggen. Maar wat we ook altijd doen voor de tractatie is, we hebben een doos. Nou, een hele goedkope oplossing is, je kan gewoon een doos bij een supermarkt pakken, onder de kassa vandaan meestal. Die versier je dan met pakpapier wat je nog hebt liggen of zo. En dan ga je hem daarna met slingers en dingen, ga je hem helemaal rondom versieren. Dat ziet er echt super leuk uit. En slingers zijn dan? En dan doen we het even met servetjes, dat is ook handig, toch? Ja. Deze heb je dus bij de Action en die zijn echt super leuk. Want het heeft dus een beetje dit effect. Dus zo uit. En het lijkt wel. Ja. Dit is echt cool voor om die doos. We komen zo om deze doos. Ja. Deze. Echt grappig. En om natuurlijk dingen aan die doos vast te plakken, heb je tape nodig. Ja. Nou, dat kan je ook met gewone tape doen. Maar bij de Action hebben ze gekleurde tape. En dat is ook echt superleuk. Ja, want ik hou heel veel van deze roze. Ja. Nou, als je een feestje viert, dan aan het einde van het feestje, dan geef je vaak iets mee aan de kinderen. Dat is leuk. Dus dan kan je tasjes verkopen. Die heb je in allerlei varianten bij de Action. En het zijn 10. Het zijn er 10, ja. Eigenlijk wel meer.
eigenlijk wel meer dan we nodig hebben, maar stukken met tienen in een zakje. Die stokjes zijn eigenlijk ook wel meer dan 19. Want ik heb 19 kinderen in mijn klas. Nee hoor, 30. 29. Oh ja, 29, sorry. Dit is ook nog leuk voor als je een feestje hebt en je wilt met z'n allen op de foto. Dan heb je dus een fotoparty. Ja. Fotoparty props. Dat is een pakket met allemaal van die stokjes die je kunt vasthouden. Dat je zo heel grappig op de foto gaat. En dan ga je het doen. Je moet ze heel voorzichtig uit het pakketje halen. Ja, want die stokjes kunnen eraf gaan. Echt bijna meteen. Ja. Eentje is er al gebroken hier. Ja, welke? Die roze bril. Sorry joh. Het is veel goedkoper dan bij de taartenwinkel. Kijk. Leuk. Ja, want hartelijk gefeliciteerd. Slingers horen deze al... slingers. Slingers horen er echt altijd bij. Cool. Shampoo en conditioner. Ze zien er zo uit. Nou, dat ziet er natuurlijk al gewoon leuk uit in de badkamer. Maar ze zijn ook super groot, dus je hebt er ook echt lang wat aan. Ik ga even ruiken. Ruikt hij lekker? Ja, hij ruikt naar aardbei. Ik ga deze even proeven. Hij ruikt ook echt heerlijk, ja. Ik ga deze even proeven. Deze ruikt een beetje naar vanille. Oh, ruiken? Een beetje. Oh, lekker. Erg handig, zo'n tupperware klein doosje. Want en die sluit grote. Namelijk heel goed af. En dat vind ik handig, omdat Jola heel vaak fruit meekrijgt naar school. Voor de kleine pauze. En dan is het heel handig als je het een beetje goed kan afsluiten. Want dan blijft het langer goed. Dan nog een leuke must-have bij de Action voor vloggers onder ons. De YouTubers. Dit is wel leuk. Het is een klein statiefje. En dat is gewoon altijd super handig om bij je te hebben om je camera ergens te kunnen neerzetten. En laatst heb ik er toevallig eentje gekocht bij de Mediamarkt. En die is wel ietsjes groter, maar die was 50 euro. Dat was ik laatst nog kwijtgeraakt ergens waar ik voor een boeking was. En dat is dit natuurlijk. En dit. Twee opladers voor mijn iPhone. Dit is eentje van 1 meter en dit is een lange van 2,5 meter. Dat vind ik echt super handig. Vooral in bed en zo. Dat je dan gewoon niet zo dicht bij een stroompunt hoeft te zitten met je hoofd. Nou, dat was onze shoplog van de Action. Voor de verjaardagstractaties en feestje van Jola. Happy birthday to you. Happy birthday.